Hapetaria Groningen, het pop-up restaurant voor het goede doel, opent vandaag de deuren. Wederom aan de Henri Dunantlaan 2 in Corpus den Hoorn. Het restaurant wordt opgezet en gerund door christelijke studenten. En dat doen ze nu al 29 jaar. Het is een pop-up restaurant voor het goede doel, gerund door studenten en vrijwilligers. We komen uit allemaal verschillende studentenverenigingen. En wij ons verzameld in het bestuur om Hapetaria dit jaar weer tot een groot succes te maken. Komende maanden zijn we geopend en hopen we heel veel geld op te halen. Ja, we koken hier van alles. Uiteindelijk wordt het een 3-gangen menu. 2 keer op een avond gaat hij helemaal er doorheen, 3 gangen. En het leuke aan dit menu is dat we ook een Afrikaans 3-gangen menu hebben. We halen geld op voor 3 landen in Afrika. Dus ook het 3-gangen menu is vanuit 3 landen uit Afrika, dezelfde 3 landen. Een stoofvlees is dat, een soort zwarte salade met aubergine. Heel apart, heel lekker, heel smaakvol. En een soort beignet-achtige bolletjes. Dat is denk ik wel het leukste. Ze willen in een maand tijd zoveel mogelijk geld ophalen voor de hulporganisatie Tearfund. Tearfund wil strijden tegen het onrecht in Congo. Miljoenen mensen zijn gevlucht en afhankelijk van hulp. Leven heel veel mensen in conflict. Er zijn burgeroorlogen, maar ook de gevolgen van de klimaatverandering zijn daar heel erg te merken, waardoor enorme vluchtelingenstromen op gang zijn gebracht. En via ons project wordt er eigenlijk vanuit het binnenste van de samenleving, dus ook door gespreksgroepen en gericht op jongeren, dat vind ik ook wel heel mooi om te zien, wordt er echt voor een betere wereld gegaan. En het is ook al in andere landen uitgevoerd. En daar heeft het wel echt zijn vruchten afgeworpen. Dus dat maakt het ook wel mooi om te zien dat je echt bijdraagt. Ja, mijn motivatie om hier te werken. Allereerst, ik vind koken gewoon hartstikke leuk. Ik heb vorig jaar zelf keukencommissie gedaan. Dus ik mag nu leiding geven daarvan uit. En ja, het is natuurlijk hartstikke mooi om gewoon zoveel mensen blij te maken met eten. En het dan ook nog voor een goed doel te doen. Dat is wel echt, dat is echt top. Vorig jaar werden in een maand tijd meer dan 4000 gasten verwelkomd en is bijna €129.000 opgehaald. En dat maakt Hapetaria Groningen de best draaiende Hapetaria van heel Nederland. Er is hard voor gewerkt, veel sponsoren zijn benaderd, heel veel mensen zijn komen eten, hebben giften gegeven. Dus dat is heel mooi om te zien en wij hopen dit jaar weer een goede poging te doen. We beginnen vanavond, trappen we af met 40 man en eigenlijk wordt het vanaf hier alleen maar meer. Morgen is er alweer 80 man en vandaar gaan we verder opbouwen. Uiteindelijk kan er 200 man in op een avond. Reserveren en informatie via de website van Hapetaria Groningen.